Tomatenkwekers hebben al jaren last van het bruin rugosevirus. Een snel verspreidend plantenvirus dat een grote invloed heeft op de wereldwijde productie van tomaten. Het is een heel gemeen virus wat in 2014 voor het eerst opgedoken is in Jordanië, Israël. Wat zich nu vliegensvlug verspreid heeft over de hele wereld. Als je zeg maar, een aantasting hebt van het virus, dan kan dat zo'n kwaliteitsproblemen geven op de tomaten. Uiteindelijk ook problemen met het gewas. Het gewas gaat uiteindelijk ook dood. Dus ja, dan heb je en onverkoopbaar product, maar uiteindelijk ook een gewas wat doodgaat. En daarom moeten tomatenkwekers zich al jaren heel streng houden op een hygiënische omgeving. Ook op deze nieuwe locatie van Rijkswaan in De Leer komen we niet zomaar binnen. Eerst moeten we een hygiënische procedure door voordat we aan het interview kunnen beginnen. En zo zijn veel bedrijven tegenwoordig ingericht op hygiëne. Ja, en dat werd natuurlijk alleen maar erger, intensiever op het moment dat ook het virus werd waargenomen op een bedrijf. Dan werd dat nog strakker aangehaald. Maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. De afgelopen 6 jaar is Rijkswaan bezig geweest om een tomatenras te kweken dat resistent is tegen het virus. Op het moment dat het virus werd waargenomen in Jordanië zijn we eigenlijk alle genetica die we zelf hebben gaan onderzoeken van zit er enige vorm van resistentie in. Uiteindelijk is dat gevonden in de wilde soorten. Daar zijn we mee aan de gang gegaan. Zijn we in gaan kruisen in bestaande lijnen, in de bestaande oude lijnen en daar zijn zeg maar de rassen uitgekomen die nu al commercieel hier en daar geteeld worden. En de eerste tuinders zijn dus ook al aan het kweken met dat nieuwe tomatenras. Hoe zijn die eerste reacties? Ik denk de meest positieve reactie die ik hoor is zeg maar, de rust die er op het bedrijf teruggekomen is. Het resistente materiaal waar ze nu mee aan de slag kunnen. Dat neemt niet weg dat iedere teler die op dit moment met een resistent ras aan het werk is, nog steeds die hygiëne maatregelen vasthoudt. Dus met name zeg maar, die geruststelling dat het virus van het bedrijf af is. En wat doet dat met iemand als Bens Winkels? Ja, kijk, wat ik al net al aangaf, het virus dat waait al zo lang rond. En dan zie je ook wel de narigheid die dat kan brengen bij telers, bij je klanten waar je al die jaren al komt. En dan vind je natuurlijk ook even buiten het commerciële aspect, vind je het ook wel fantastisch om een oplossing te kunnen bieden. En wat ik ook al aangaf, dat je dan ook ziet dat die rust bij die teler terug kan keren. Ja, dat vind ik fantastisch. Absoluut.